Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn vlog. Mijn naam is Servando Crespo en ik geef economische duiding aan wat er in de wereld gebeurt. En ik relateer dat aan het beleggen in aandelen of ETF's, of in ieder geval in jouw toekomst. Deze week wil ik het met jullie hebben over de geo-economische industriepolitiek en welke gevolgen dat heeft voor jouw beleggen. Nou, sinds het einde van de Koude Oorlog is de rivaliteit tussen de grootmachten weer terug. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de opkomst van China en de steeds heftigere botsingen met de Verenigde Staten. Maar natuurlijk ook het aantal economische opstootjes tussen bijvoorbeeld Rusland en de Europese Unie, maar ook Turkije richting de Europese Unie. Nou, de term geo-economie werd in 1990 gemunt door Edward Luttwak. Nou, in het tijdschrift The National Interest. En het ging hem voornamelijk om de logica die geopolitiek is, maar waarvoor de middelen niet, zoals tijdens de Koude Oorlog, militair zijn, maar juist economisch. Een mooi voorbeeld is natuurlijk het gedeeltelijk afsluiten van de gaskraan door Rusland richting de Europese Unie, nu in het Oekraïne-conflict. Nou, dat heeft Europa doen besluiten tot het opstellen van de European Chips Act. The pandemic has also painfully exposed the vulnerability of chips supply chains. You will know that the global shortage of chips has really slowed down our recovery. We have seen that whole production lines came to a standstill, for example, with cars. While the demand was increasing, we could not deliver as needed because of the lack of chips. Wat houdt dat in? Nou, Europa gaat de komende jaren om en nabij de 50 miljard euro investeren in de eigen chipindustrie. Nou, het idee is natuurlijk om Europa niet meer afhankelijk te maken van Azië en de Verenigde Staten. Nou, met de miljarden wil Europa de eigen bestaande chipindustrie een handje helpen en tegelijkertijd geld investeren in nieuw te bouwen halfgeleiderfabrieken. We doen wel mee, we produceren natuurlijk gewoon chips, maar een echte rol van betekenis hebben we niet. En dat zie je heel goed als je die markt eigenlijk inzichtelijk gaat maken. Hier zie je de Europese chipproductie wereldwijd en dan ons marktaandeel. Mm-hmm. En de Europese Commissie wil dus dat we in de Europese Unie goed worden voor 20% van de wereldwijde chipproductie. En dat is best ambitieus, want de afgelopen jaren, dat zie je hier heel duidelijk, zijn we echt ingehaald. We zaten in 1990 nog op 44% van de markt en in 2020 is er nog zo'n 10% van over. Nou ja, als wij in 2030 op die 20% willen zitten, dan moeten we aardig ons best doen. Von der Leyen heeft het zelf over een viervoudiging van de productie. En dat komt natuurlijk omdat er in andere landen ook geproduceerd wordt en hard geïnvesteerd wordt. Ja, om dit plan te realiseren werd dus deze week in Brussel de European Chips Act gepresenteerd. Op dit moment wordt slechts 9% van de chips in Europa geproduceerd. En de European Chips Act heeft als plan om dat percentage op te krikken naar 20%. Nou, de Chips Act heeft eigenlijk twee belangrijke doelstellingen. De eerste is eenvoudig bedrijfseconomisch. De komende jaren zal de vraag naar chips nog verder toenemen dan het nu al doet. Chips zullen namelijk in steeds meer apparaten nodig zijn en in hogere aantallen bovendien. Europa wil dus een grotere punt van de chipstaart hebben, door zijn productie gewoon simpelweg op te voeren. Nou, de tweede reden is, zoals ik net al zei, geo-economisch en geopolitiek. Europa wil namelijk de vraag naar chips niet afhankelijk zijn van landen zoals China, Taiwan of de Verenigde Staten. Nou, geo-economisch bezien is industriepolitiek de taak van de centrale overheid om dat doel te bereiken van nationaal voordeel. Denk maar eens aan het weren van de Huawei op de Europese mobiele infrastructuur. Maar dus ook de productie van technologisch hoogwaardige chips naar Europa. Nou, het onderscheid vertaalt zich vooral naar hoe men naar de rol van bedrijven kijkt. Puur economisch is het de taak van bedrijven om winstgevend te zijn. En daarop worden ze op de beurs ook beoordeeld. Vanuit geo-economisch perspectief draait het vooral om sectoren die van strategisch belang zijn. En dan draait het vooral om hun marktaandeel. Daarvoor mogen bedrijven tijdelijk of zelfs op de lange duur winstgevendheid opofferen.
En dat doen ze door bijvoorbeeld subsidies of belastingvoordelen te innen. De miljarden die de European Chips Act vrijmaakt zullen worden besteed aan onderzoek en innovatie, de bouw van moderne chipsfabrieken en er komt een fonds voor start-ups. Nou, Europa heeft al meerdere chipsbedrijven, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse NXP, dat een fabriek heeft in Nijmegen. Nagenoeg alle spelers op de chipsmarkt zijn in bijzonder specifieke hoeken van de chipsmarkt actief. En dat maakt Europa kwetsbaar. Het Nederlandse NXP bijvoorbeeld maakt alleen maar chips voor de auto-industrie. Chips voor mobiele telefonie zijn dan weer helemaal niet van Europese makelij, terwijl die technologisch wat hoogstaander zijn en wat moeilijker te maken. Nou, op dit moment is het zo erg dat deze fijne, kleine en tegelijk ook krachtige chips alleen maar in Taiwan en Zuid-Korea worden gefabriceerd. Nou, dat maakt de chipsindustrie dus niet alleen geo-economisch, maar vooral ook geopolitiek wordt gebruikt. Want wie de chips- of halfgeleiderindustrie beheerst, heeft op dat moment ook de macht in handen. Zoals ik net al zei, Taiwan is één van de leveranciers van chips, maar is ook de grootste leverancier van chips in de wereld. En dat betekent ook dat stel dat China het in zijn hoofd haalt om Taiwan binnen te vallen en te veroveren, China dus voor een groot deel de chipsindustrie gaat beheersen. Nou, dat Europa dus een stap zet om de productie van ook die fijne chips hier naartoe te halen, is dus niet alleen maar economisch ingesteld, maar dus ook politiek. Nou, zoals wel vaker is Europa hierin de laatste in de rij, want zowel de Verenigde Staten met hun Chips Act als Japan, China en Zuid-Korea hebben plannen om hun chipsindustrie verder uit te breiden. Nou, het schijnt nogal specialistisch en duur te zijn om een fabriek te bouwen voor die kleine, krachtige chips. Een fabriek kost bijvoorbeeld 10 miljard euro en wellicht meer. En geen één Europese chipsproducent is dan ook in staat om zo'n fabriek te bouwen. Nou, het bizarre daarvan is dat Europa dus afhankelijk is van bijvoorbeeld Taiwanese TSMC of het Amerikaanse Intel. Samen met het Zuid-Koreaanse Samsung zijn dit de marktleiders op het gebied van halfgeleiders. Nou, toch staat er in het plan dat er 3 à 4 van dit soort fabrieken op Europese bodem gebouwd gaan worden. Nou, de zwakte aan die hele European Chips Act is dat Brussel eigenlijk helemaal geen geld in kas heeft. De financiering van die om en nabij 50 miljard euro ligt volledig in handen van de Europese lidstaten afzonderlijk. De lidstaten kunnen natuurlijk wel zelf investeren in de ontwikkelingen en productie van chips, maar de strenge regels met betrekking tot staatssteun is Brussel daarin bereid ook om op te heffen. Want dat is namelijk nodig om de individuele lidstaten bereid te krijgen om zo'n chipsfabriek te laten bouwen. Nou, wat heeft dat dan voor gevolgen met beleggen? Nou ja, die chipsindustrie, zoals ik al in eerdere vlogs heb gezegd, die gaat nog zeker de komende jaren veelvoudigen. Zeker 5 keer, misschien wel zelfs 10-voudigen. En dat biedt natuurlijk heel veel perspectieven om in chipsaandelen te gaan zitten. Nou, ik zal in mijn volgende blog een aantal van deze chipsproducenten met jullie delen en wat daarvoor en waar je dan vooral naar moet kijken. Let dus op de volgende vlog en veel kijkplezier. Vergeet niet deze video te liken en tot de volgende keer.